Migratie. Ja. Die wordt vaak uh, in, in, in de kiem gesmoord of wat men zegt. Ja, we zitten vast aan een aantal verdragen. Uh, Europese rechten van de mens, et cetera. We, we hebben uh, EU-afspraken, het Schengen-akkoord, et cetera. Dus hij, hij ploft dan weer in. En je voelt dat het gevoel van dat we er geen grip op hebben. Even los van wat dan grip is en, en, en welke politieke kleur je aanhangt. Maar dat heeft ook te maken dat er geen eerlijk groot debat over gevoerd wordt. Heeft u diezelfde waarneming? Ja. En eigenlijk al heel lang. Maar hoe komt dat? Want het, het wordt ook vaak door juristen wordt het zo flauw platgeslagen. Van het is, hou er maar mee op, het heeft toch geen zin. De handtekening staat onder het verdrag, punt. Ja, en, en net alsof we die gedachteloos hebben gezet, die handtekening. Exact. Um, en dat is misschien ook de reden waarom ook hier democratie en rechtsstaat... niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. We hebben heel bewust en bij volle bewustzijn verplichting aanvaard... die. Ja, die onder andere op migratiebetrekking ja. hebben. Zoals dat vluchtelingen eh, na onderzoek of ze echt vluchtelingen zijn een opname moeten kunnen krijgen in het land waarnaar ze gevlucht zijn. Ja. En niet mogen worden uitgezet naar een land... waar ze verdere vervolging te duchten hebben. En dat ze dan ook hun gezinsleden mogen laten overkomen. Dat was, dat was een van de lessen uit de geschiedenis die we hebben getrokken. We hebben in de oprichtingsverdragen van wat nu de Europese Unie is ervoor gekozen... om vrijheid van vestiging um, voor werknemers, ja. en, maar ook voor bedrijven. En er wordt ook door Nederlandse bedrijven terecht volop gebruik van gemaakt. Maar als je alleen maar zegt, hebben. we hebben met ons volle verstand stand als een handtekening gezet. En daarmee de discussie eindigt, dan is het, nee, het gegeven... Nee, maar voor mij, de... mij eindigt die discussie daar niet. Uh, absoluut niet. Uh, ik denk dat we ook veel preciezer moeten zijn in, uh, in, in, in de analyse. Uh, want die migratiecijfers en de aantallen die erbij horen... die dekken zoveel verschillende uh, situaties en omstandigheden. Daar vallen... Uh, we rekenen ook... Onder de migranten, de mensen die naar Nederland komen en die Nederlanders zijn, dat zijn ook immigranten. Ja. Um, we rekenen daartoe de mensen die uit andere lidstaten van de Europese Unie, als Europese burgers, net als wij in andere richtingen reizen. We rekenen daartoe de asielzoekers. Zeker. Ik ben, ik ben de, de eerste de om met u samen te concluderen dat er vaak enorm gegoocheld wordt met cijfers. Ja. Uh, vaak worden ook verkeerde cijfers opgeteld. Maar daarom is het probleem niet weg. Exact. Dus, um, uh, maar dat is wel het beginpunt van een betere analyse van het probleem. Om uh, een betere er, analyse er, of een eerlijk debat? Een eerlijk debat, uh, het eerlijk zoeken naar serieuze antwoorden daarop. Het goed onderkennen waar het onbehagen in de samenleving vandaan komt. Waarom er deze spanningen zijn rondom het, rondom het onderwerp. Waarom het kan zijn dat er aan de ene kant mensen zijn die, um, die demonstreren tegen de komst van een asielzoekerscentrum in hun gemeente. Um, uh, en aan de andere kant er mensen zijn die. Die met een geweldige inzet bijdragen aan het opvangen van, van, van zou, vluchtelingen. Zou je misschien sommige verdragen misschien moeten moderniseren, juist om ze bestendig voor de toekomst te maken? Omdat je als je er niks aan doet, uiteindelijk misschien het risico loopt dat er gewoon handtekeningen worden weggehaald. Ja, dat is een van de risico's. En uh, dan uh, kun je eindigen in een inhumane situatie. Want als, Welk verdrag als, zou, je, zou wat een modernere jasje kunnen krijgen volgens Ik u? denk dat dat geldt voor het uh, zogenaamde GEAS, het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Uh, dat omvat uh, een hele reeks richtlijnen. Maar er is één richtlijn die daaraan evident ontbreekt. En die we. Um, die we ook niet gedaan hebben kunnen krijgen. Ik zeg hier wel omdat ik natuurlijk. Um, uh, we, we hebben samen gebouwd aan dat Europese asielstelsel. En dat heeft een heleboel goede dingen gebracht. Zoals uh, ook, ook het, het wegnemen van. Van eh, wat we vroeger asielshoppen noemen, van het ene land naar het andere gaan, omdat de procedures beter vergelijkbaar zijn gemaakt. Maar wat nog steeds niet vergelijkbaar is, dat is de opvang, de kwaliteit van eh, de opvang. Dat is één ding dat kan verbeteren. Een tweede ding dat moet verbeteren en daar hebben we al heel lang aan gewerkt, maar dat is ook steeds weer in de versukkeling geraakt. Dat is dat er afspraken worden gemaakt met landen van herkomst die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk belang. Wij hebben belang bij migrerende werknemers die goed eh, passen, die dan. Ook een behoorlijke huisvesting moeten krijgen. die niet worden uitgebuit. die niet worden uitgespeeld tegen Nederlandse Zeker. werknemers en ondernemers. Um, uh, dat is ook een belang in de, voor de landen van herkomst. Dat kan soms ook circulaire migratie zijn. En dat kun je heel goed combineren met afspraken over het niet. niet difficulteren als iemand hier wordt afgewezen. en terug moet naar dat land. Wat we zelf beter kunnen doen. en dat wordt nu achteraf ook door iedereen erkend. maar het is wel fout gegaan. Dat is het inkrimpen steeds weer van de capaciteit van de IND en van asielzoekerscentra op het moment dat er minder mensen komen. En als er dan meer mensen komen, dan daarmee verlegen zitten. Kijk, als het gaat om mensen die hier evident niet mogen blijven, en die zijn erbij, uit, die komen uit veilige landen. We hebben de procesrechtelijke wetgeving op, voor, op het gebied van migratie zo gewijzigd dat er veel sneller kan worden uh, beslist dan vroeger het. Geval was. Maar dan moet je ook de capaciteit hebben om dat uit te voeren. Maar wat ook anders moet en wat ook te lang verraderlijk is, dat is dat we wel die vrijheid van personenverkeer in de Europese Unie hebben, maar niet hebben stilgestaan bij de sociale gevolgen daarvan. Als mensen hier als migrerende werknemers komen en vervolgens in een uitbuitingssituatie worden eh, gehuishuisd en dergelijke. Dus er moet heel veel gebeuren. Het probleem is anders gezegd, en dan komen we terug bij, 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 bij het startpunt. Het probleem is niet dat we regels hebben, maar dat we zo verkrampt over dit hele onderwerp spreken dat we niet meer zien of onderkennen waar die regels moeten worden verbeterd en aangevuld. Nee. Um, in uw analyse maakt u eigenlijk um, een tweepoot. gebrek aan